Mees Krekels, welkom bij Vitesse. Yes, dankjewel. Je loopt hier al een tijdje rond. Hoe is het om hier te zijn? Ja, heel mooi. Mooie club, goede faciliteiten, leuke jongens, goede spelersgroep. En ja, goed. Ja, je bent nog maar 22 jaar, maar je hebt al best wel wat ervaring in de Keukenkampioen Divisie. Welke ervaringen kun jij dan bijvoorbeeld met de groep gaan delen? Ja, ik heb veel KKD-ervaring inderdaad. Hoe de competitie is, hoe de spelers zijn, hoe het een beetje werkt. Dus daar kan ik sommige jongens wel iets van meegeven. Ja. Hoe heb je die periode hier beleefd met alles wat rondom de club gebeurde? Ja, vrij rustig. Ik denk dat de trainer niet heel veel over sprak. Dat hij ons wel ons ding liet doen op het veld. Dus wij kregen vrij weinig mee van de buitenwereld. Dus voor ons was het gewoon goed werken. Ja, je bent transfervrij overgekomen, hiervoor bij Helmond Sport gezeten. Ja. Met welke intentie ben jij naar Arnhem gekomen? Welke intentie? Ja, iets moois neer te zetten. Ik denk, de club is nu niet waar het hoort te zijn. We willen weer terug naar de Eredivisie. Dus we hopen om met z'n allen een mooi seizoen te maken en dat de supporters erachter komen staan. En dat we iets moois kunnen neerzetten. Ja, kun je misschien ook nog iets meer vertellen over jouw plek in de verdediging? Rechtsback kan ook volgens mij centraal achterin uit de ik voeten. Ik heb rechtsback gespeeld, linksback, centraal. Ik heb wel veel posities gehad, maar ik ben hier voor rechtsback positie gekomen en daar hoop ik mij te kunnen laten zien. En wat voor type rechtsback ben je dan? Ik denk dat ik fel ben. In het aanvallend gedeelte kan ik wel mijn ding doen en verdedigend ook wel. Ja, dan je loopt hier al even rond, wat we net ook al benoemden. De seizoenkaarten gaan vrij hard. Ja. Vrijdag tegen Telstar, heb je er zin in? Ja, top. Dat wordt gewoon een wedstrijd. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen en dat we de supporters een mooi avondje kunnen geven.